the sun. Get open. Get open. Get the ball to your left. Keep on, 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 ke
verdedigen. Niet voor lang meer, hopelijk.
Kijken ze dan met statistieken uit. Ja, eindelijk vind ik. Thank you.
zeggen dat hij veel meer ervaring heeft. Ja, ja, ja. Voor Joshua, leuk om te doen. Simpel, hij gaat een stapje terug en dan doen ze heel veel. Wie is nou meestal die topscorer bij jullie? Is dat die Ellen? Ja, die meest rechts op de bank zit, met ja, een witte shirt. Ja. Ja, en Boerhoek, die lange donkere jongen. Die is nu eruit gaat. Nee, die nu daar, de bal uit maakt. Ja. Zelf eigenlijk voetbal, maar we hebben een basketbalveld. Als dat doorgaat, dan is het best wel wat, hè? Af en toe, hè? Ja. Even erbij wijzen, want het is niet heel stabiel inderdaad. Gisteren ook aan Joshua en ook van waarom kunnen we niet dit en jullie oefenen? Zou je heel zijn gezicht zo vertrekken? Ja, 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 ja. Er zit iets achter wat we niet mogen weten. Dat hij veel spelletjes uit hoofd leert? Nee, we hebben één.
uitgangspunt en dat ik dat ze allemaal de eerste helft van het seizoen mee inspelen. Dus ik wil geen helft begrijpen, want ze moeten allemaal, dat ze heel klein zijn relatief. Dus het is eigenlijk bijna vroeg op druk, maar allemaal geen helft zijn. Gewoon leren verdedigen. Ja. Ja, en in de aanval is eigenlijk het idee dat binnen 10 seconden lukt het, zeg maar. Dat is de snelheid, ja. Die ook kunnen ze leuk krijgen. Ja, maar Boerenman. Die heeft een letten niet mee. Ik zit hier te kijken naar de buren, die komt op de tanden, die komen kijken, maar hij moet opletten, nu is het snel afgeleid. Maar Jay is een keer op de bank gaan, moet hij naar de tribunes opzwaaien. Zijn we door de wedstrijd letten? Ja. Ja, is wel schattig, maar ja. Leert hij het wel? Ze zijn veel sterker en groter, maar ze laten gewoon die bal niet komen, weet je wel. Ja, wel goede helft. Van mij is het wel net een blokje. Ja, samen wel, een zwartje. Dat is wel jammer. Dat koort, ja, dat koort. Goed weg. Stijn gewoon iets verder zelf hier. Kan niet makkelijk. Lef, hè? Beetje onzeker misschien ook in de hiërarchie misschien. Nou, dat heeft hij niet zo gelast van. Simpel.
precies. Ja, nou, net al. Zijkant, hè? Hij is nog aan het zoeken, hij is nog aan het zoeken. Maar Jaron is wel, die is wel steady, hij is stabiel in ieder geval. Ja. Punten maken. Ze veel meiden nog in de competitie? Nee, ze is twee. Ze is de twee. Ze doen het wel. Ja. Van Urk Senk op Pieter. De broek is te hoog. Dan heeft hij waarschijnlijk al een apart merkje. Kwam die bal in. Ja. Ja. Dat is net de finish die hij mist. Maar het is goed, ik had het gezegd, hij moet nog meer drive. Hij liep er te veel. Ik zou dat altijd blijven doen als ik weer was. Als ik weer was, zou ik altijd blijven. Ja, maar anders eindig je in het hoekje als drie punt schudden. Nee, dat klopt. Ja, ja. Hij was er wat te aarzelend in. Nee. Niet zo mail.
niet in de meeste minuten. Nee, het is een beetje rust uit, hè? Dus we leunen gewoon heel erg. Maar dat doen wij natuurlijk ook op de... Oh, lopen. Ja, joh. Ze leunen heel erg op de drie meeste scores natuurlijk. Ja, dan is het ook geblesseerd geweest. Ze houden wel heel erg rekening met groeispurten en zo. Hè? Dat, dan houden ze gewoon een paar halve wedstrijden aan de kant. Full court, weet je wel. Oeh, hoe goed die mist. Ja, als je dat ineens zeg maar zo ongetraind om je oren krijgt, dan weet je niet waar het zoeken moet. Die verdediging. Dat is fanatiek. Daar moet ze veel meer trainen. Een hele beste door, ja. Ja, kom op. Get the ball. Wat jij zegt is wel heel veel 1 tegen 1. Ja, dus als je een beetje kan drijven, dan loop je er ook wel doorheen. Ja, zeker. Maar zie je, die donkere, die zwarte, die zijn veel groter en sterker. En ze pakken hier gewoon die bal al op. Dus met 24 seconden, dan moet je best om je bal best wel langer te krijgen.
drijven ook altijd door naar de ring. Er staan maar één of twee jongens. Dat denk ik. Ja, nee. Ik begin daar ook heel jong al om met een stuurpuntje te liggen schieten. Waarom moet je altijd door de ring? Ja, dat is de opdracht. Hè? Ja, net snap ik. Ik mis het bij Martin Schroen ook nog wel. Ja. Terwijl als je Europees maatschap hebt, zie je bij de Amazon, je ziet heel veel jongens die voor mid-range jumpertjes schieten. Ja. Nabouw ook, hè, inmiddels. Dan kan dat ook heel goed doen. Leer het jongens aan. Anders krijg je zo'n moeilijke leer tegen één of twee jongens. Ja. Smolle!
Ja, we hebben de eerste paar minuten gemist.
jij ook zo nog een pakje de camera willen bedienen? Ben jij de hele helft aan? Nee. Joost en ik hebben al bij een beetje. Even kijken waar Emma is. Yeah.
twee, maar in het andere had die andere al meegenomen. Ik heb ook nog een eindje thuis, maar moet hij even voor een iPad zeg maar een opzetstuk hebben. Ja.
elke jaar om. Yeah.
uit gaan we nu dit, hè? Hé, hey, blijf zitten. Jawel. Blijf zitten, man. Er zit iets spannend. Come here, okay?
Go, 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 go! Go, go, go. Yeah.